En laat onze laatste gast daar nou net een mooi boek over hebben geschreven. Geef hem een hartelijk applaus, Michael Vlerik. Kom maar bij. Ja, Michael, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, schenk even rustig wat in. Jij bent verbonden, ik vul de tijd alvast een beetje, aan het departement filosofie. En jij staat te boek als wetenschapsfilosoof. Ook daar maar eventjes in termen van onderzoek voor iedereen. Wat doet een wetenschapsfilosoof aan onderzoek? Hoe ziet dat eruit? Ja, dank je om mij uit te nodigen. Een wetenschapsfilosoof die kan eigenlijk twee zaken doen. Er zijn twee, zou ik zeggen, soorten van wetenschapsfilosofie. De eerste, de meest traditionele, is om filosofisch te gaan nadenken over wetenschappelijke vragen. Dat kan zijn over de wetenschap in het algemeen. Hoe evolueert de wetenschap? Wat is de relatie tussen de wetenschappelijke theorie en de werkelijkheid die dat probeert af te beelden? Een tweede familie, en je kan dat dan ook gaan toespitsen op specifieke wetenschappen. Er is een filosofie van de biologie, van de psychologie, van de fysica enzovoort. Nu, een tweede vorm, en dus waar ik mij het meest mee bezighoud, is om wetenschappelijk onderzoek, en ik denk, ik zie al een link met Jenny, om wetenschappelijk onderzoek uit verschillende velden te gaan combineren en te gaan gebruiken om belangrijke vragen, filosofische vragen, eventueel te beantwoorden. Ja, en een van die belangrijke filosofische vragen gaat over de vraag: waarom zijn we niet gelukkiger? En jij hebt daar ook een prachtig boek over geschreven. Ja, dank je. Beantwoord de vraag dan maar gelijk, want hij staat op je eigen kaft. Waarom zijn we niet gelukkiger? Wel, in mijn onderzoek pas ik evolutietheorie toe op dus die belangrijke filosofische vragen. Eén daarvan is geluk. En om het heel snel uit te leggen, er zijn twee belangrijke psychologische eigenschappen die we in onze evolutionaire erfenis hebben opgedaan, voor goede redenen, die ons geluk wat in de weg staan. En de eerste is dat we enorm gefocust zijn op alles wat slecht ging, slecht gaat of slecht zou kunnen gaan. En dat hielp ons voorouders uiteraard om bedreigingen in kaart te brengen en zo hun kansen op overleving en uiteindelijk reproductie hoog te houden. Voor het oerbrein was het handig als je steeds nadacht, er zou wel eens een leeuw op me af kunnen komen en dat soort instincten. Ja, inderdaad. Ja. We worden dus door onze genetische psychologische programmering door onze omgeving geloodst en daarin zitten bedreigingen, daarin zitten opportuniteiten. En je kan zeggen, kijk, voor die bedreigingen halen onze genen de stokken boven. Dat is angst en allerlei alarmistische gedachten enzovoort. En voor de opportuniteiten dan de belonende emoties om die te gaan benutten. Nu, het probleem is dat opportuniteiten vaak niet zo zwaar doorwegen als bedreigingen wanneer het aankomt op overleving en reproductie. En aangezien die bedreigingen zo belangrijk zijn, wel wil onze genetische programmering zeker dat we deze niet missen. Dus zelfs in een omgeving zoals vandaag, waar die acute bedreigingen vaak niet meer aan de orde zijn, of toch een stuk minder, zitten we nog altijd met een geest opgezadeld die een enorme aandacht heeft voor alles wat slecht zou kunnen gaan. En dat leidt vooral tot enorm veel gepieker. De psychologen noemen het wel de negativity bias. Misschien een heel klein voorbeeldje kan verhelderend zijn. Stel, je geeft een presentatie op het werk en achteraf wordt die goed onthaald. Vele collega's geven complimentjes enzovoort. Alleen de klikker doet het niet. Ja, nee, ja, dat kan ook zijn. Ja. En we kunnen dat dan eens nagaan later. Maar goed, nee, nu dat één collega het wat minder vond en je nogal een stekende opmerking gaf. Welke opmerking zal je 2-3 maanden later herinneren? Wellicht die stekende opmerking. We zien ook dat negatieve zaken psychologisch een veel grotere indruk op ons maken. Dus de psychologische reactie is gewoon veel intenser en vaak langduriger op negatieve zaken dan positieve zaken. Ja. Tegelijk, misschien ook maar even dan voor Nederland. Ik heb ook begrepen, dat is volgens mij ook keurig wetenschappelijk onderzoek, de World Happiness Index, daar doen we het als land best wel goed. Toch, we zijn een tamelijk gelukkig land. We zijn over de hele linie genomen volgens mij ook tamelijk rijk. We zijn misschien ook wel tamelijk gezond. Er zijn natuurlijk allerlei kanttekeningen te maken, maar is er wel echt een probleem met geluk? Ja, inderdaad. En het is ook heel belangrijk om dat in die context te plaatsen. En dus geluk bestuderen we al zo'n goede halve eeuw. En hebben we redelijk betrouwbare data van hoe het geluksniveau van de mensen evolueert doorheen de tijd. En daar zien we dat doorgaans inderdaad het geluksniveau wat gestegen is met toegenomen welvaart, gezondheid, nieuwe mogelijkheden, innovaties, interessantere levens enzovoort. Maar veel minder dan je zou verwachten of hopen.
kunnen dus onszelf nog gelukkiger maken. Zeker, ja. Zeker. Dus er zijn wel manieren om onszelf veel gelukkiger te maken. Die zaken zijn vaak al heel lang gekend. En het grote potentieel van die technieken en die inzichten om je aan een gelukkiger leven te helpen, ja, die worden vandaag wetenschappelijk bestudeerd en het potentieel wordt daar steeds duidelijker. En je schrijft ook in je boek, je doet het niet alleen maar met wetenschappelijke inzichten, je maakt ook gebruik van andere bronnen. Zoals het stoïcisme bijvoorbeeld. Inderdaad, ja. Dus ik ga terug op inzichten die komen uit verschillende tradities, zoals het boeddhisme, het stoïcisme. Maar in de mate dat die vandaag wetenschappelijk bestudeerd worden, en zoals ik al zei, ja, het potentieel van die inzichten en praktijken vaak, ja, die wordt steeds duidelijker. Ja. Het doel van het boek was ook om dat te kaderen eigenlijk in het soort geest waarover we beschikken. Dus ik had het al over die negativiteitsbias, dat is één belangrijke hindernis voor geluk. Een tweede is dat we razendsnel gaan wennen aan verbeterde omstandigheden. Dat heet in de literatuur hedonische adaptatie. Dus je denkt wellicht vooraf van, ja, als ik die promotie op het werk zal krijgen, ja, dan zal ik permanent heel gelukkig zijn of zal mijn geluk enorm toenemen. Of als ik dat huis zal hebben, of die partner enzovoort. En zo schuiven we ons geluk altijd maar voor ons uit. Dan zeggen we, ik zal echt gelukkig zijn als. En we zien, in het onderzoek is dat heel duidelijk, dat uiteindelijk het positieve effect dat je krijgt van die goede zaken, dat die veel minder lang duurt dan we op voorhand verwachten. En dus dat we heel snel eigenlijk weer terug op ons basisgeluksniveau zitten, het geluksniveau van voordat die goede zaak was binnengerijfd. En dat maakt ons dan misschien ook af en toe dus weer ongelukkig, omdat we wel die verwachting hebben. En daar inderdaad. Het houdt ons ook chronisch ontevreden met hoe het leven, hoe het nu en vandaag is. Ja. En dat is ook uiteraard wel een bijzonder spijtige zaak. Ja. Maar daar zijn dus wel zaken die je tegen kan ondernemen. Ja, want je hebt drie pijlers, als we dat zo mogen noemen. Hè. Ik noem ze even snel. Gelijkmoedigheid, tevredenheid of dankbaarheid en hechten. En dat zijn een beetje de pijlers van geluk. Ja, inderdaad. Dus die eerste pijler... Gelijkmoedigheid, dat gaat er eigenlijk over dat je negatieve reacties of negatieve mentale staten, emoties enzovoort niet langer gaat voeden. Nu, misschien opnieuw een klein voorbeeldje. Je bent op weg naar een belangrijke afspraak. Je bent mooi op tijd, maar dan krijg je een klapband. Daar sta je aan de kant van de weg. Je kan geen kant meer uit. En wat volgt is waarschijnlijk een eindeloze reeks aan nogal paniekerige gedachten van ja, waarom moet dit vandaag gebeuren? Waarom moet dit mij overkomen? Enzovoort. Nu, wat je met die gedachten doet, is de hele tijd die mentale paniekreactie en die negatieve emotionele staat gaan verlengen, gaan versterken. En zo houd je jezelf in de greep van negatieve emoties voor een heel lange tijd en zorg je er waarschijnlijk zelf voor dat je niet op de best mogelijke manier met de situatie zal omgaan. Nu, onderzoek heeft aangetoond dat een negatieve emotie, dat die eigenlijk niet langer dan 90 seconden zou moeten duren. Dat is de tijd dat je lichaam nodig heeft om stresshormoon, cortisol en adrenaline enzovoort, om die weer helemaal te absorberen en jou weer in een serene gemoedstoestand te krijgen. Nu, zoals de meesten onder jullie en ik zeker zelf al ervaren hebben, duurt een negatieve emotie vaak een heel stuk langer. En dat komt dus doordat we eigenlijk in die vicieuze cirkel zitten waarbij we met die paniekere gedachten of negatieve gedachten die emotie gaan voeden, die dan weer tot nieuwe gedachten leidt enzovoort. Nu, de manier om daaruit te komen is om eerst en vooral die negatieve gedachten niet meer de hele tijd op te wekken. Maar de beste manier om dat te doen is om een nieuwe verhouding tot die gedachten en emoties te gaan ontwikkelen. We zijn doorgaans geneigd om volledig overgenomen te worden door die gedachten en emoties en ons er helemaal mee te gaan identificeren. We zeggen ook... Dat we echt zijn. Ja, inderdaad, ik ben angstig, ik ben boos enzovoort, terwijl dat eigenlijk niet correct is. Je zou moeten zeggen, ik voel angst, ik voel woede en dat soort zaken. En dus door dat als een externe en vooral heel vluchtige manifestatie te zien in ons bewustzijn... Ja, ga je daar heel anders tegenover staan en ga je er ook voor zorgen dat die negatieve emoties niet zo langgerekt en intens meer zijn. En die tevredenheid en dankbaarheid? Ja, en dus daarmee kunnen we ons eigenlijk een beetje gaan... Die eerste was om ons te beschermen tegen die nazinderende stokken, om het zo te zeggen, waar die onze genen op ons loslaten in antwoord op al die mogelijke bedreigingen. Die tweede is dus het feit dat we nooit tevreden zijn en altijd die ons geluk eigenlijk voor ons uit gaan schuiven. Altijd meer willen. Ja, inderdaad. En we denken van, ja, wel, nu is het goed, maar goed, dit ontbreekt en dit ontbreekt, dan zal ik echt gelukkig zijn. Nu, het zijn daar heel veel technieken voor en die worden nu meer en meer bestudeerd. En een typische die je vaak hoort is dankbaarheidspraktijken. Dus door dagelijks bijvoorbeeld 3, 4, 5 zaken, en je brengt daar best wat creativiteit in,
door dat soort zaken waarvoor je heel dankbaar bent en eigenlijk waarvoor je heel tevreden bent, om die voor je geest te halen, dan zal je brein eigenlijk gaan trainen om stelselmatig wat meer in evenwicht te komen en wat meer aandacht ook te besteden aan al het goede in je leven, met alle positieve gevolgen. Ja, en dan die laatste hechten? Wel, de langslopende studie naar geluk die ging van start in het jaar 1948 in Harvard. En ze hebben een groep mensen, een duizendtal mensen, een heel leven lang gevolgd. Die is onlangs afgesloten, 80 jaar na datum, dus in 2018. En de bevindingen van dat onderzoek zijn opmerkelijk. Nu, de beste voorspeller van hoe gelukkig het leven was van die deelnemers, maar ook zelfs hoe gezond en lang die leefden, was met voorsprong de kwaliteit van hun sociale relaties. Dus het blijkt dat het hebben van dichte, hechte sociale banden, dat echt wel een noodzakelijke voorwaarde is voor een gelukkig leven. En dat hoeft uiteraard evolutionair ook niet te verwonderen. We zijn een sociale diersoort. Onze overlevings- en reproductiekansen hebben altijd afgehangen van hoe goed we in die groep lagen en hoe hechte banden we konden vormen. Dus Nou zijn natuurlijk ook allerlei vreemde paradoxen rondom geluk. Ik moest ook een beetje denken aan Theo Maas, een Nederlandse cabaretier. He, die zei ooit, de hele dag nadenken over de zin van het leven, dat is niet de zin van het leven. En dat gevoel had ik ook een beetje rondom geluk, dat ik dacht, ik snap het allemaal, maar aan de andere kant, je wil ook niet de hele dag bezig zijn met de vraag, ben ik nu wel gelukkig? Dat is ook geen geluk, toch? Nee, inderdaad. En te veel streven naar geluk, en zeker dan in de zin van, ik moet mij altijd goed voelen, ik moet altijd positieve emoties ervaren, blijkt bijzonder contraproductief. Ja. Want paradoxaal genoeg, hoe meer we daarnaar streven, hoe meer we onze eigen ontevredenheid in stand houden. Precies. Dus waar je beter een doel van maakt, wel zijn die drie pijlers. Zijn die enerzijds die gelijkmoedigheid die je kan ontwikkelen, die tevredenheid en die dichte banden onderhouden. En dan volgt geluk vanzelf. Maar ook hier zit dus een soort grijs gebied van je moet het ook een beetje durven loslaten. Want je kan niet de hele dag als een soort obsessie daarmee bezig zijn. Ja, inderdaad. En in het algemeen is het aanvaarden wat zich voordoet van mentale, zou ik zeggen, staat van emotie is cruciaal in dat gegeven. Er is geen gelijkmoedigheid zolang je niet kan aanvaarden dat je een bepaalde emotie ervaart op dat moment. Precies, ja. Dus paradoxaal genoeg is door die emotie helemaal te aanvaarden, maar die niet te gaan voeden, dat we die ook weer in de kortste keren laten weg hebben en dat we er ons kunnen van bevrijden. Mooi. En een ander gevoel wat ik een beetje kreeg in het eerste stuk van je boek, leg je heel veel uit over al die, ik noem het maar even, oerinstincten, al die dingen die eigenlijk ingebakken zitten, waar ik het net in het begin ook over had. En dan aan het einde krijg ik te horen, maar je kan er iets aan doen. En toen dacht ik, maar spreekt dat elkaar dan niet tegen? Want aan de ene kant zitten er allerlei dingen ingebakken die al duizenden jaren in ons zitten en vervolgens kan ik er blijkbaar wel iets aan doen. Gelden die oerinstincten dan ineens niet meer? Ja, dat is heel belangrijk. Dus die psychologische eigenschappen, dat zijn neigingen tot, dat is geen voorbestemdheid. En er is ook meer en meer onderzoek naar wat ze neuroplasticiteit noemen. Dus je ziet dat door bepaalde praktijken, en meditatie is daar bijvoorbeeld een heel belangrijke in, en schrijf ik ook in het boek welke praktijk je daar precies kan voor uitvoeren. Maar dan zien ze dat echt wel in de fysieke structuren van de hersenen er veranderingen komen. En niet enkel in de beleving, maar dus dat je heel ver in grote mate eigenlijk je brein kan trainen om een gellukkiger leven te ervaren. Precies. En tegelijk, dat is misschien ook weer een link naar het betoog van Jenny. Jouw boek is ook geen pleidooi om al die verantwoordelijkheid maar bij het individu neer te leggen. He, want Amerikanen zijn misschien minder gelukkig dan Zweden bijvoorbeeld, in die World Happiness Index. Maar dat ligt er niet aan het feit dat die Zweden meer mediteren dan Amerikanen. Dat zit natuurlijk ook een hele andere ding. Ja, inderdaad. En Jenny gaf het ook al aan. Wel, ongelijkheid blijkt enorm sterk gecorreleerd met ongeluk. Dus hoe groter de ongelijkheid in de samenleving, hoe minder geluksbeleving doorgaans. Er is zo'n heel duidelijke grafiek waar je echt wel die omgekeerde correlatie ziet. Dus in samenlevingen die inclusiever zijn, waar meer plaats voor iedereen is en waar iedereen ook gesteund wordt, waar solidariteit is, dan zie je doorgaans dat er een groter geluksniveau is. Dus de samenleving kan heel wat doen voor ons geluk. En, gelukkig maar. Ja. En tot slot, en daarna ga ik natuurlijk ook weer kijken of er vragen en opmerkingen zijn in de zaal. Daar zijn we natuurlijk ook al benieuwd naar. Wat heb je zelf gedaan als mens? Wat zijn dingen die je zelf hebt toegepast waarvan je zegt, je probeert het dan toch ook maar uit als wetenschapper? Ja, inderdaad. Ik ben als filosoof was geïnteresseerd in de geest en ik kwam bij het onderzoek naar meditatie, naar andere praktijken. En ik ben met dit soort praktijken dan zo'n 5, 6 jaar geleden aan de slag gegaan. En
ja, ik kan zeker meegeven dat het mijn leven wel getransformeerd heeft. Niet dat ik echt ongelukkiger voor was, maar zoals... Kun je een voorbeeld geven van iets wat je bent gaan doen, wat je anders bent gaan doen? Ja, ja, ik ben dus dagelijks gaan mediteren. Ik kan misschien ook één protocol meegeven dat ik in een boek ook uitwerk. Voor wat je moet doen als je echt met hevige negatieve emoties zit. En dat is echt wel iets dat een enorme impact kan hebben. Wel, ik noem het sabelprotocol. Elke letter staat voor iets. Dus neem nu, je hebt opnieuw die klapband en daar komen al die alarmistische gedachten, die hevige negatieve emotie. Wat je best doet is dus de S, ja, je stopt de mentale reactie. De A voor neem eens diep adem en aanvaard volledig die emotie. Aanvaard volledig de situatie zo goed als je kan. En uiteraard kan dat heel uitdagend zijn. Je begint waar je kan beginnen. De B staat voor blijf uit die gedachtenstroom. De E staat voor examineer de fysieke sensatie van de emotie. Ga dus naar het lichaam. Ook weer een link met wat Jenny zei. Ga naar het lichaam. Blijf uit die gedachtenstroom. Ga gewoon met je volledige aandacht bij die fysieke gewaarwording. En dan merk je misschien dat dit zelfs niet eens zo storend is. Dan merk je allerlei zaken zoals vibraties en hitte misschien enzovoort. En dan zie je ook dat dat constant verandert. En dan laat je dat in de kortste keren ook weg hebben. En dat is dan die L, laat het dan ook gaan. Precies. En ja, dat heeft mijn leven wel getransformeerd. Waar ik vroeger ook urenlang en soms ergens dagenlang in de greep van negatieve emoties kon zijn. Ja, duurt het nu veel, veel korter in elk geval. Precies. Dus kritische vragen en uitbranders, die kun je rustig hebben nu. Heel zeker. Heel zeker. Nee, dank je wel voor je inleiding tot dusver. Ook hier weer aan u de gelegenheid om uw vragen te stellen en opmerkingen. Ik kijk alvast eventjes rond. Kritische kanttekeningen die we graag wel weten. Over geluk, het was ook wel leuk. Jij zei natuurlijk ook, ja, meer transparantie maakt ons niet gelukkiger. Past dat ook een beetje in het verhaal wat je nu hebt gehoord, hè, Sietse? Ja, het is een hele andere insteek. Ja. Maar ik denk dat het wel heel erg veel raakvlak heeft. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar, dat we daar misschien te weinig mee bezig zijn uiteindelijk. Ja, dus ik... Mooi, mooi. Dank. Ja, aan die kant. Kom even naar boven bij u. Yes. Ja, merci. Ja, de vraag, de opmerking, geld maakt niet gelukkig. Hoe? Ja. Klopt dat? Ja. Of klopt het niet? Ja, dat is een goede vraag. Mooi. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. Eén studie die enorm veel geciteerd wordt, is geld maakt wel degelijk gelukkiger, maar tot op een bepaald niveau. En dat niveau werd dan vastgelegd op $75.000 per jaar. Nu, verder onderzoek heeft uitgewezen dat misschien ook boven die grens wel nog wat gelukswinsten te boeken zijn. Maar wat heel duidelijk is, is dat het niet proportioneel met welvaart toeneemt. Dus ik zou zeggen, armoede maakt vaak ongelukkig. Dus daar moeten we zeker iets aan doen. Maar grote rijkdom maakt niet per se gelukkig. Aan deze kant, Alaska. Ja, u had het stapelprincipe. Is heel interessant, maar ik hoor ook heel veel in de psychologie dat je wel je gevoelens moet voelen. Hoe kijkt u er dan niet? Nee, inderdaad. Het is zo belangrijk om dat voeding niet op te kopen. En, ja, ik heb nu geen tijd genoeg om het misschien heel duidelijk uit te leggen. Maar die A is zo belangrijk. Die A staat niet over adem, maar aanvaard die emotie. Want als je met geklemde tanden een uitwendige reactie, emotionele reactie, gaat tegenhouden, dan maak je die eigenlijk interne reactie gewoon zoveel groter en dan ga je dat gevoel zoveel langer gevangen houden tot het er uiteindelijk wel echt toch uit moet en dat je dan toch die uitbarsting krijgt. Nu is het is zo belangrijk om die volledig te aanvaarden en het is juist in het ontwikkelen van de nieuwe verhouding tot die sensaties, want dat zijn het eigenlijk, emoties en fysieke sensaties met gedachten, door daar een nieuwe verhouding tot te creëren dat je daar voor een heel groot deel van kan bedrijven. Maar dus het ligt zeker in het aanvaarden en je moet het opkopen. Zeker. Voor iedereen nogmaals die meer daarover wil lezen, is jouw boek er. En het leuke is, ik had je gevraagd, want straks kunnen mensen het ook aanschaffen. Je zit nog even in een foyer, signeren, noem maar op. Maar ja, ik dacht misschien wel leuk, dan mag je er eentje weggeven. Ja. Ja, aan iemand die zegt, nou die vraag heeft mij dan misschien wel een klein beetje gelukkiger gemaakt. Of die opmerking. Wie in de zaal wil je een exemplaar overhandigen? Dat is een interessante en moeilijke. Iedereen heeft me met zijn vragen gelukkig gemaakt en ik heb je gezichten zelfs niet gezien. Dat is ook nog zo. Ja, nee, je mag hem ook gewoon publiek in gooien. Hoor. Dat zal ik in het publiek gooien. Oh, kijk, dat is ook goed. Ja. Let u wel even op. Ja, dan komt er ook een publiek in. Ja, kijk eens even. En dames en heren, hartelijk applaus. Lieve uitkering, dank u wel. En nogmaals, straks even voor jij zit, Lieve, met een mooie stapel boeken.